Ebola bestrijden door te zingen. Het klinkt misschien vreemd, maar het werkt. Lokale Afrikaanse artiesten hebben een lied opgenomen om de bevolking in Ebola-gebieden voor te lichten. Ja, de songtekst bevat tips als was uw handen regelmatig en raak onze stervenden niet aan. Heel effectief, want als een boodschap wordt gezongen, dan is de kans dat die blijft hangen vele malen groter. Ebola. Een Postbus 51-spotje verpakt in een lied. Zo moet je naar dit Afrikaanse ebola-nummer luisteren. Het probeert dus voor te lichten. Is dit misschien ook iets voor in ons land? Ik denk het niet, want het is niet wat we in Nederland nodig hebben. Wat we in Nederland nodig hebben is dat mensen gaan doneren op Giro 555 om de ebola te stoppen. En wat dus veel zinvoller is, is om een jingle te maken, een oorworm die dus in je hoofd blijft hangen. Met de boodschap stop ebola, Giro 555. Een jingle dus, ook in de reclamewereld veel gebruikt en succesvol. Let maar eens op. Aanbevolen door wasmachinefabrikanten. Wasmachines leven langer met kalgom. Oh, erg. Kip, het meest welzijnige. Stukje vlees, kip. De kleuren in de potty. Ja, onze hersenen hebben al die liedjes opgeslagen. Maar waarom gaat dat zo makkelijk? Verbale boodschap, de woorden, die worden zeg maar met name door uw linkerhersenhelft verwerkt. De muzikale kant van het lied, de melodie, is heel sterk rechter hersenhelft. Dus die twee hersenhelften werken daarmee met elkaar samen. En die emotie die komt enorm aan in gebieden die zeg maar een rol spelen bij uw geheugen. En zo blijft een boodschap via muziek dus beter hangen. Terug naar ons eigen Ebola-lied. Nou ja, jingle dus. Aangezien elke zichzelf respecterende zanger deze snabbel heeft laten schieten, offer ik mezelf maar op. Wat ik denk dat we nodig hebben is gewoon een catchy tune. Ja, nou wacht, dan heb ik misschien nog wel wat. Ja. Ebola. Iets te veel carnaval. Niet goed? Nee, het lijkt me iets te jolig. Stop Ebola, Giro 555. Ja, dat is hem. Stop Ebola, Giro 555. Stop Ebola, Giro 555. Stop Ebola, Giro 555. Is dat hem? Ja, we hebben hem. Top. Ja, we hebben hem, dacht ook de baas van Giro 555. Want zij gaan de jingle waarschijnlijk gebruiken in de campagne. Maar jammer voor jou, Joachim, ze hebben er wel voor gekozen om het met een echte zanger te doen.